Welkom bij deze masterclass over de ferme piramide. Daar is die eindelijk. Ik ga je meenemen. De ferme piramide is onderdeel van ferme methode. Wanneer je het even niet meer ziet, is het tijd anders te gaan kijken. Dat is het motto. En dat motto staat helemaal in verbinding met die ferme piramide. Kom ik zo op. Hoi, mijn naam is Nadine de Vesch. Ik ben founder van Bijferm. Mijn coach, therapeut en voormalig leerkracht. Ook werk ik graag als mentor voor mede-ondernemers. Werken op diverse niveaus en in verschillende vormen via een ferme methode, dat is zo fijn. Het is zo verrijkend en er is zoveel. Het is een multidisciplinaire aanpak die via 5 invalshoeken wordt ingezet en we kijken steeds waar jouw energie behoefte aan heeft. Mijn grootste ontdekkingen. Als alles wegvalt, wat blijft er dan over? Dat ben ik. Los van alle materiële dingen, van alles, ben ik over. Ik met mezelf. Me, myself and I. En daarin is de kracht van mindset zo belangrijk. Alles wat je aandacht geeft, groeit. Maar ook wat je in je draagt, kan niemand je afnemen. De combinatie van mijn 5 invalshoeken, emotioneel, mentaal, fysiek, energetisch en spiritueel, die verbondenheid daartussen, dat is zo'n grote ontdekking voor mij geweest toen ik zelf in de low zat. En nu kan ik daar zoveel kracht uit putten, doordat ik weet dat ik altijd, als het ene even niet lekker loopt, op het andere kan intappen, omdat het allemaal met elkaar in verbinding staat. En dat zien van je eigen systeem, mede door de ferme piramide, dat is goud. Ik zie het ook bij mijn klanten. Het is fantastisch als daar dingen in elkaar klikken, als je daar kunt opruimen, alsof er een last van je schouders valt. Het is echt heerlijk. Nou, wat gaan we doen? Ik ga jou informatie geven. Ik ga jou voorbeelden geven en ik ga je vertellen hoe we verder kunnen gaan. En je ziet al aan deze symbooltjes die ik gekozen heb, dat het een kleurrijke, maar ook een abstracte en een draaiende beweging wordt. Nou, iedereen is geboren. En de plek waar je wieg komt te staan, de manier waarop je ter wereld bent gekomen, dat maakt al een heleboel voor de rest van je leven. Daarbij is je brein meteen actief. Dat is al in de zwangerschap, als je in de buik van de moeder zit. Maar op het moment dat je geboren wordt en heel afhankelijk bent van de mensen die voor jou zorgen, gaat dat brein enorm veel opslaan. Enorm veel ervaringen koppelen aan de dan nog vrij lege rugzak. Een rugzak die je voor de rest van je leven gaat meedragen en waar je altijd aan blijft koppelen. Je gaat koppelen namelijk aan dat wat je kent. Want dat wat je niet kent, dat weet je ook nog niet. Dus je ontwikkeling van je emoties en van hoe je met mensen omgaat, hoe je tegen dingen aankijkt, dat heeft heel veel invloed vanuit dat stukje geboorte. Waar heeft jouw wieg gestaan? We kijken even naar een kort filmpje over je brein. Ik zie dat hij er niet helemaal mooi op staat, maar je kan het volgens mij wel goed zien. We hebben 3 breinen. Je hebt het reptiele brein, het limbisch brein en de neocortex. En deze 3 breinen die werken samen, maar die hebben ook ieder een eigen functie. Mag ik klik hem even door? Ja, nou, het reptiele brein, dat is je oudste deel van het brein. Dus in je babytijd heb je hier een heleboel dingen eigen gemaakt. Ook het stukje overleven, de vecht-vluchtreactie, het stukje angst, alertheid. Dat komt hieruit voort. Je biologische behoeften.
En op het moment dat jij in de wieg lag te huilen en te schreeuwen en er kwam niemand, heb jij daar een gevoel aan gekoppeld. En dat gaat weer door naar je limbisch brein, want hier zitten je emoties, je mentale behoeften, een stukje herinneringen, ik zie een spelfoutje. Het is een sturend stuk van je brein. Dus het is ook de brug tussen je reptiele brein en je neocortex. Dus hier vindt heel veel plaats. En hier wordt ook heel veel beïnvloed dus door de mensen om je heen. Hoe mag jij jezelf laten zien? Wat kreeg jij te horen? In die neocortex, daar zitten je cognitieve functies. Dus je oplossingsgerichtheid, het stukje reflectievermogen, creatieve ideeën omzetten in daden. Dus zo zie je een beetje de opbouw. En ik ga niet een heel informatief theoretisch verhaal hier houden. Maar ik vind het wel belangrijk dat je je dus bewust bent dat met name in dat reptiele brein, in dat oudste deel, dat daar al heel jong, al heel vroeg, dingen worden bepaald voor de rest van je leven. Nou, we hebben natuurlijk een linker en een rechter hersenhelft. De linker helft die staat voor... Ja, je ziet het. Het is eigenlijk heel duidelijk. Kijk maar eens goed naar het plaatje. En dan is het de vraag, aan welke kant ben jij het meest aangesproken? Op jouw creatieve kant of juist op jouw cognitieve kant? En dan zie je dat kleuren met elkaar kunnen vermengen. Jij kunt beïnvloed worden. Er komen overtuigingen, patronen, conditioneringen. Er sluipt van alles je systeem in wat niet direct van jou is, maar waar jij wel mee wordt geconfronteerd. En als je kind bent, ben je je daar nog onvoldoende van bewust om dat buiten jezelf te houden. De dingen worden als normaal geaccepteerd. Maar wat is normaal? Ja, laat die maar eens even binnenkomen. Wat is normaal? Het normaal voor mij kan anders zijn dan het normaal voor jou. Doe normaal. Maar ja, wat is normaal? Als je het hebt over je breinen, dan gaat het dus over overleven, over voelen en over denken. Daarin zit een bepaalde afhankelijkheid. Daarin werk je samen en daar word je ook beïnvloed. En vanuit dat stukje is de ferme piramide ook ontstaan. Er gaan een heleboel credits naar René Oudijk van Psychodrama, waar ik de opleiding heb gevolgd, de basis- en vervolgopleiding Psychodrama. Hier kwam ik het eerst in aanraking met nadenken over dit stukje. En ik ga je hier stap voor stap in meenemen. Ik ga eigenlijk van achter naar voren. Let maar op. En misschien ben je wel in de praktijk geweest en heb ik dit ook al vaker bij jou aangestipt. Heb ik jou al vaker dingen uitgelegd. Dan kun je misschien op dit moment nog eens terugdenken aan die momenten van wat wij toen besproken hebben. En of dat nu nog steeds zo is. Of dat je daar in gegroeid bent. Nou. Je ziet hier de nog lege ferme piramide en de pijlen die naar boven gericht staan. Dat betekent dat het gaat verder dan jou. Dus de piramide mag je zien als jouw systeem. En dat kan het systeem zijn waarin je terecht bent gekomen vanuit je geboorte. Het kan ook het systeem zijn wat je nu met een eventuele partner hebt gebouwd, hè, met je eigen gezin. Het kan ook gewoon het systeem van jezelf zijn. Het kan ook het systeem van je werk zijn. Het kan allerlei systemen vertegenwoordigen. De ferme piramide. En hier zie je hem al een klein beetje ingevuld. Ik weet niet als ik nu met mijn muis beweeg of dat dan ook bij jullie te zien is. Maar je ziet aan de onderkant zie je dat er een dialectische beweging staat. Het is nooit vaststaand. Het gaat altijd heen en weer. En we beginnen in rood. Daarna komt oranje, geel, groen, blauw, paars. En daarboven zit nog het roze, gouden, witte, alwetende. En zo klim je omhoog. Je begint in een bepaalde basis, waarin je vertrouwen of wantrouwen ontwikkelt. Dan kom je in het zelfvertrouwen of in twijfel en schaamte terecht. Je komt terecht in initiatief of in schuld.
Je komt terecht in vaardigheid, je vaardig voelen en waardig voelen. Of in minder vaardig en minder waardig voelen. Dan kun je in verbondenheid terechtkomen. Of in een isolement je terugtrekken. Je kunt orde zien of je bevindt je in de chaos. En helemaal bovenin vind je rust in het alwetende. Ga een stapje verder. We hebben het in rood over veiligheid. Over hechting. Waar heeft jouw wieg gestaan? Daar komt hij weer. Was dat een veilige plek voor jou? Heb jij je veilig kunnen hechten? Heb jij je angstig gehecht? Ambivalent? Het gaat niet over veilig of niet veilig gehecht. Er zijn een heleboel verschillende vormen van die hechting. En misschien heb ik het daar met jou wel eens over gehad in de praktijk. Of vind je het interessant om dat voor jezelf te ontdekken? Ga dan vooral daar eens op onderzoek uit. Nou, op het moment dat die veiligheid er is, kom jij met het gezin waarin je geboren bent in geborgenheid terecht. Dus er is een bepaalde mate van een vertrouwen en dan gaat het naar het zelf, naar het zelfvertrouwen. Wanneer jij een volwaardig lid bent van het gezin, gelijkwaardig, hè, dus jouw stem telt even sterk als die van jouw broer, zus, maar ook van die van jouw vader of moeder. Dus jij hebt niet gehoord van, hou jij je mond maar, daar ben je te klein voor, daar hoef je niet bij te zijn, dat regelen wij wel. Want op het moment dat dat tegen je gezegd wordt, kom je in die twijfel terecht en in een soort van schaamte. Wat doe jij nou? Of wat heb jij nu weer gedaan? Of daar komt ze weer? Snap je me? Dus wanneer die twijfel of die schaamte niet aangewakkerd wordt, dan kun jij een bepaalde mate van zelfvertrouwen ontwikkelen. Waardoor je ook in die trap omhoog gaat naar een gezond proces van individuatie. Je krijgt respect voor jezelf, je kunt initiatief nemen en je komt, er komt iets uit je wat jij graag de wereld in wil brengen. Op het moment dat die geborgenheid niet jou in een bepaald zelfvertrouwen heeft gebracht, maar eerder in de twijfel en in de schaamte, komt het heel vaak voor dat mensen dit proces voor een groot deel hebben overgeslagen. Je komt dan terecht in het stukje taakprestatie en dan ga je laten zien wat je kan. In plaats van dat je gezien wordt in wie je bent, ga je bijvoorbeeld complimentjes krijgen over de dingen die je doet. Oh, mooi cijfer gehaald. Oh, fijn dat de tafel gedekt is. Ah, wat goed dat je dit en dit hebt gedaan. Begrijp je me? Dus dan ga je ook in die vaardigheid en in die waardigheid ga je proberen te scoren om een bepaalde mate van gezien te voelen. Dus dan hangt het waardigheidsgevoel af van hoe een ander je beoordeelt. Want je kunt niets halen uit dat proces van individuatie. Want dat respect voor jezelf, dat is er in te weinig mate. Op het moment dat je dan weer naar boven gaat, dan kom je in een stukje eigenheid terecht, creativiteit. En dan zoek je de verbondenheid op, want dat maak je samen. En je gaat daarin je laten zien. Of je gaat je terugtrekken. Je komt weer in die twijfel, in die schaamte, misschien wel in schuld. Je gaat twijfelen aan je vaardigheidsgevoel en je voelt je minder waardig. En dan raak je in een isolement. En nogmaals wijzend ook naar die dialectische bewegingen. Dit is niet vaststaand. Dit kan per situatie kan dit verschillen en fluctueren. En vanuit deze eigenheid, creativiteit, ga je naar boven en ga je je verbinden met buiten. Dat wat binnenin je gebeurt, ga je naar buiten brengen. Je komt in een stukje orde terecht, in een stukje visie. Je hebt een helder beeld van hoe jij de wereld ziet, wat jouw waarheid is. Waar jij je mee wil verbinden. En van daaruit heb je nog het alwetende en klim je omhoog en kom je in die overkoepelende terecht van rust. I know me. You do you, I do I. Ik ben verantwoordelijk voor mezelf. Jij bent verantwoordelijk voor jouzelf. Ik snap mijn systeem. Ik begrijp hoe het zit. En er is geen goede fout. Er zit geen oordeel op.
Het is gewoon, iedereen heeft op zijn of haar manier dat proces van opgroeien doorlopen. En nergens is dat vlekkeloos gegaan, perfect bestaat niet. Maar het is wel gewoon heel mooi om je daar bewust van te zijn. Van hoe is dat bij jou en waar ligt nog wat voor jou? En misschien is het wel zo dat je ouders hebt gehad die altijd alles voor jou hebben geregeld vanuit liefde. Waardoor je zelf in een bepaalde twijfel terecht bent gekomen. Of juist in dat stukje taakprestatie een minderwaardigheidsgevoel hebt. Omdat je merkt dat je dingen niet gewend bent, dingen niet geleerd hebt. Ik maak bijvoorbeeld wel eens grapjes over het feit dat ik niet zo goed kan koken. Daar lag mijn interesse misschien niet, maar ook vanuit mijn opvoeding is daar niet heel veel moeite in gestoken. Dus op het moment dat ik iemand tegen zou zijn gekomen die daar een punt van had gemaakt, had mij dat misschien in twijfel gebracht. Dat is nu niet zo. In ieder geval hoop ik dat dit een beetje een duidelijk beeld geeft van de manier waarop jouw plek van geboren worden invloed heeft op je systeem. Ik ga een stapje verder met je. Want daar horen ook symbolen bij. Bij jouw stukje veiligheid, daar staat een stevige bal. Gegrond, geaard, met beide benen op de grond. Ik, hier ben ik. Bij het stukje geborgenheid zie je ook de verbondenheid, de gelijkwaardigheid met de mensen om je heen. Stukje individualiteit, daar gaat je vlammetje branden. Hier ga jij voor. Dit is jouw stukje passie. Hier neem jij initiatief. Dit is wat jij wil. Bij de taakprestatie zit ook het werken met je hart. Waar hou jij van? Wat doe jij graag? Wie heb jij lief? Hoe heb jij jezelf lief? Zit allemaal daarin verbonden. Dan ga je nog eentje verder en dan kom je bij het stukje hoe spreek jij je uit? Hoe laat jij je stem horen? Wat mag er gezegd worden door jou? En dan klimmen we omhoog en dan kom je bij wat zie jij? Wat is jouw visie op dat hele leven wat er in jou en om jou heen afspeelt? En dan kom je bij het alwetende. Je snapt hoe het werkt, je weet het. En daar horen ook woorden bij. Ik ben veiligheid. Ik ben veilig. Ik voel geborgenheid. Ik voel me geborgen. Ik doe individuatie. Ik mag acties uitzetten die ik wil. Ik hou van. Ik spreek. Ik zie. En ik begrijp. Ik laat even een stilte vallen om je uit te nodigen om alles nog eens goed te bekijken. En eens te voelen hoe dit bij jou binnenkomt. Ben jij? Voel jij vertrouwen in het leven? Voel jij je veilig? Ik voel. Kun jij voelen? Voel jij een bepaalde mate van zelfvertrouwen om jezelf te laten zien? Ik doe. Neem jij initiatief? Gooi jij de wereld in wat je voelt? Waar dat vlammetje van jou van gaat branden? En dan, waar hou jij van? Wanneer voel jij je waardig? Wanneer voel jij je vaardig? Waar gaat jouw hart sneller van kloppen? En dan, ik spreek. Hoe spreek jij je uit? Hoe zoek jij die verbondenheid op? Wat vertel je jezelf? En dan de ik zie. Hoe kijk jij naar jouw leven op dit moment? Voel jij verbinding met buiten? Voel jij orde? Of is het juist chaos? Voel je dat er nog wat rammelt in dat systeem? Dat er nog ergens
wat gaatjes gevuld mogen worden of puzzelstukjes gelegd worden? En hoe is het met ik begrijp het alwetende? Kun jij uit het oordeel blijven? Heb jij een stevige basis gevormd die jou dit alles laat overstijgen vanuit een gelijkwaardig gevoel? Hou jij van jezelf? Kun jij je eigen uniekheid zien? Je eigen creativiteit? Allemaal vragen die voorbij komen tijdens sessies waarin ik de ferme piramide heel vaak erbij pak. Je ziet ook de kleuren. En die kleuren die hebben weer verbinding met de chakras. Ik pak hem er even bij, de 7 chakras. Veiligheid is verbonden met je wortelstuitchakra. Geborgenheid is verbonden met je heiligbeen, je buikchakra of je sacrale chakra wordt die ook wel genoemd. Dan heb je het proces van individuatie wat verbonden is met je zonnevlecht, met je solar plexus, je manipura. Heel belangrijk chakra waar het bij heel veel mensen aan rammelt. Voel jij nou ook dat het daar rammelt? Verbind je dan met geel? Eet geel, draag geel, voel geel. Het klinkt misschien heel raar, maar het werkt. Dan je hartchakra, verbonden met groen. Je keelchakra, ik spreek de blauwe. Dan kom je bij je derde oog. Dat is je voorhoofdchakra. En die zit hier, precies tussen je wenkbrauwen. En daar zie je meer mee dan met je ogen. En dan je kruinchakra die verbonden is met het alwetende. Waar je rust vindt. Waar je kunt overzien. Waar je kunt bouwen op je eigen systeem. En waarvan je weet, het is oké. En die kleuren, die verbinden dus ook weer met je gevoel. Met je emotie. Met je brein. Werkt allemaal door. Dus de ferme piramide is verbonden met het chakrasysteem, maar ook in de basis gebaseerd op de piramide van, je hebt er vast van gehoord, tadaa, van Maslow. Het stukje basis, basisbehoeften, eten, drinken, dak boven je hoofd, bed om in te slapen. Stukje veiligheid, verlangen, maar ook het stukje zelfzorg en zelfontwikkeling. Ja, hij heeft iets minder lagen dan de ferme piramide, maar het zit er wel in verweven. Want op het moment dat jij geen eigen plek hebt, geen eigen plekje waar jij je volledig veilig kunt voelen en jezelf kunt zijn, blijft het ook daarboven rammelen. En dan maak ik nog een uitstapje naar human design. Want ook hier komen die allemaal weer in terug. Ik heb er hier even één als voorbeeld gegeven. Je sacrale chakra, het stukje geborgenheid, die vind je ook weer terug in je human design bij je sacrale centrum. En zo kan ik er nog meer op noemen. Maar ik wil hem heel even aanstippen en niet te diep op ingaan. Want anders wordt het wel een hele lange masterclass. Maar ik hoop dat jij nu begrijpt hoe het zit. En dan kom ik nog een trapje verder. Je bent hier niet alleen. En ook niet als eerste. Dus die piramide van jou, die is begonnen toen jouw wieg in veiligheid kwam te staan. Of niet. Waar een stukje hechting heeft plaatsgevonden. Of niet. En dat heeft allemaal te maken met wat er voor jou gebeurd is. Generationeel. Wat zit er in dat systeem van jou? Dus een stukje voorouderlijk werk komt ook heel regelmatig voor in de praktijk om die puzzelstukjes op zijn plek te krijgen. Dat kan op heel veel verschillende manieren. Opstellingen, psychodrama's, maar ook steeds meer door echt voorouderlijk werksessies. Waarin wij op een hele mooie manier in die energetische energie contact kunnen maken met delen die zich in jouw onderbewuste bevinden.
Heel mooi. Nou, zonder nu te ver uit te weiden, ga ik even nog opsommen wat je nu geleerd hebt. Je hebt wat inzicht gekregen, hoop ik, in je systeem en de invloed van je opvoeding. Je hebt een beeld van de drie breinen die samenwerken. Je weet nu hoe de ferme piramide werkt en hoe die is ontstaan. Ik heb heel kort over chakras en human design en voorouderlijk werk verteld. En ik hoop gewoon dat jij getriggerd bent of geprikkeld of juist rust hebt gevonden. Mocht je nou vragen hebben, dingen dieper willen uitzoeken, voel je welkom. Neem contact met me op. Ik pak even meteen de volgende erbij. Hier staan mijn gegevens op. Je kunt me via Instagram ook benaderen. Voel je welkom. Dank je wel voor je aandacht. Ik vond het heel erg fijn om dit te mogen delen met je.